Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprite. Ik krijg mijn dingetje niet aan, dat is niet leuk. Mijn, hoe noem je dat? Ik weet het niet meer. Hoe noem je dat ding wat we gebruiken zodat we de tijd weten? Een timer? Timer? Ja, denk het wel. Nee, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations. Ik ben hier met Rusty en ik word hier kei kapot gemaakt door zo'n vet gore bij. Ja. Dat moeten we niet hebben, hè? Hoe lang kan je de fucking overdoen om zo'n tyfusbrug naar beneden te krijgen? Best lang. Ron, waar wil jij die steen op gaan gooien? Op jouw gezicht. Oh. Hier, doe gewoon normaal. Trek die kutbrug naar beneden. Wacht, die is te ver of niet? Yep. Weer lekker unlimited bij hier. Wat raakt jou, Harry? Ik hier, je zie je verbeelding. Ik weet het nu zeker dat er in dit level oneindige bijen zijn. Ja. Dit is zo raar gemaakt. Hier, kijk, ik sta nu helemaal hier tegen de muur aan, hè? Ja. Wacht, nu kijk je wel dat hij nu wel naar beneden komt. Dat ding komt gewoon niet naar beneden. Want ik zal het zo meteen ook wel eens proberen. Ik zal het zo meteen ook wel eens proberen als ik daar weer ben. Ja, lekker Hermeline. Ga er weer voor staan met je blij hoofd. Ron, I swear to God. Je schiet dit veel en veel te ver weg. Je moet gewoon dichtbij. Je bent dus nu al sinds het begin van de aflevering bezig met deze brug naar beneden krijgen. Ai. Dat is niet best. Ja, maar hun doen niks. Hun staan daar gewoon maar niks te doen. Hij is goed, nee ook niet. God, wat een gezeik. Trek je niet gewoon omheen? Zo, weg met die. Weg mij. Wat ben ik trouwens moeilijk aan doen? Ik moet gewoon deze hebben. Gewoon loslaten. Oh, dit klinkt wel prettig. Oh, fijn. Oh, een nieuwe bij, natuurlijk.
Oh. Echt jongen, het zijn zo tantoe veel bijen hier. Yep. Oh. Nou. Ik heb hier ook gezelschap van een mooi beest, dus... Maat, kan je even stoppen met vuurspugen alsjeblieft? Nee, niet motiveerd voor. Oh, ik moet deze dingen weghalen om naar buiten te kunnen komen. Actio. Helemaal klaar met deze game. Ja. Uitraak, doe me niet alsjeblieft. Dank je. En we hebben de spel. Aqua Erecto. Yo, Ron, Hermelien, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Tegen de muren aan het lopen. Jongens, ik laat hier letterlijk achter jullie. Oh, echt. Tweedle T en Tweedle daar doen we helemaal niks. Ron, hier komen. Hermelien! Ja, die is terecht. Die was meer dan terecht. Dat jij die in je gezicht kreeg. Wow. Wow. Wat een gewelddadigheid. Ja, maar Hermelien wilde gewoon niet meewerken. Zo is Hermelien. Moest... Ja, daarom. Dat was gewoon pure haat naar Hermelien. Ze wilde niet meewerken, dus dat moest ze maar voelen ook. Even kijken. Nou, dan ga ik eens kijken of ik die ene kan pakken die jij... Die jij niet had bij je Herbology. Kijken of mij wel lukt. Welke was het trouwens? Ja. Ik denk dat ik het al weet. Kijk, als het goed is, deze kant op. Ja, het was deze. Nou, laten we eens kijken. Carperitractum. Zo, was dat nou zo moeilijk, Milan? Ja, ik weet het niet hoor, maar bij mij doet hij het niet. Zo.
Wacht, laat ik het anders vragen. Je weet dat je bij Carpetractum achteruit moet lopen, hè? Ja, ja, dat doe ik de hele tijd. Oh ja, ik bedoel eerst naar rechts en dan achteruit, hè? Ik heb alles geprobeerd en het lukt me elke keer, alleen dat stukje gewoon niet. Oh, nee, dan weet ik het oprecht niet. Hoppatee. Waarom ben ik zoveel rondjes aan het lopen hier? Wat zijn we aan het doen? Wacht, hoe kom ik... Ik wil zeggen, daar moet ik toch gewoon bij kunnen? Oh, hey, bye. Doei, bye. Oh. Got another one. Another one. Dun, dun, dun. Another one bites the dust. Oké, okay, dat gaat dus niet, blijkbaar. Nee, dat... Kijk, want ik had er hier nog eentje. Ja, ik had er nog eentje bij. Oh, wacht, kan ik nog terug? Ik wil er nog iets checken. Oh, ik kan nog terug. Mooi. Hé, hey, hij doet het nu in één keer, lol. Zie je nou, dan komt jouw game, heeft een meester in het werk gezien. Ik denk het. Of hij heeft jou inderdaad aan het werk gezien, dat kan ook. Oh, ik moet er nog 6. Zas. Ik moet er nog 6. Dat komt mooi uit, want ik weet toevallig al waar de volgende ligt. Dat is fijn jammer voor is, jou. Jammer is, ik moet even bijkletsen met mijn huisdier. Met mijn intro moment. Heb jij een intro moment? Nee, ik bedoel mijn eigen intro gewoon. Wow. Ik moet even bijbabbelen met mijn draak. Doe dat maar. Die beschermt er namelijk 1. Nee, intro momenten, dat zijn Sanders ding. Dus dat laat ik mooi in zijn waarde. Maar ik mis hier ook nog ergens een mini-schild, maar... Zo, hoppatee. Ja, is je gelukt. Maar heb jij task 2 ook al gedaan? Nog niet, toch? Nee, nog niet. Nee, daar wacht ik nog even mee. Ik wacht eerst even tot ik 3 schilden heb... Want task 2 is namelijk ook time-based. Leuk. Yep. Leuk. Natuurlijk, en nou doe ik het in 1 keer. Ik ben er net bijna de 5 minuten mee bezig geweest en nou doe ik het in 1 keer. I know the pain. Ja, het is... Alles goed verder? Ja, ik moest even uitdragging. Oh. Zo, ik ga even bijbabbelen met mijn draak, hè? Doe dat eens. Hallo, beestje. Hoe is het ermee? Ja, hoezo niet... moeten er hier ook van die tyfus bijen zijn? Wat is dat voor een onzin? Hey, dat mini-schild echt... zie ik hem gestolen worden. Ze hebben echt gewoon 4 enemies in deze hele game gedaan en die hebben ze gewoon in elke map gedropt. Yep. Nee, daarom ben ik blij als wij hier klaar zijn, Milan. Dan hebben we geen bijen, helemaal niks.
Maar dan ben ik wel benieuwd. Vind jij het erg als ik deze game win? Nee, dan ben ik er vanaf. Oké, fair enough. Niet dat ik bijna bij het einde ben of zo, maar het is meer in de zin van... God, hey Milan, ik ben er naar Voldemort en jij moet bijvoorbeeld nog 5 schilderen. Dan weet ik gewoon van, oké, ik moet het gewoon snel doen. Ja. Ja, Ron, ga van dat ding af! Zo komt die plant nooit tevoorschijn. Die is goed. Yes. Oh, die draken mij vanaf daar ook nog steeds raken. Milan. Ja. De draak kan no-looken. Ja, zo zijn draken. Die no-looken graag. Die doen zo'n no-look pas. Ja. Holy damn, dat ze daar gewoon kunnen, joh. Die zijn niet bang, hè? Nee, die zijn zeker niet bang. Die maak je kapot. Ja, die maak je gewoon helemaal kapot. Dat was het moment dat Milan zich realiseerde dat hij op het verkeerde plateau staat. Ja. Wat is dat nou weer voor een... Wat is dat nou weer voor een bullshit? Nee, maar ik snap ook niet dat je niet... Oh ja, wacht, natuurlijk. Kijk, want ik heb ze daar allemaal. Hier moet ik dat minischild nog. Maar ja, die moet ik gaan zoeken. Dat is de kostbare tijd die ik niet heb. 5. Nou, hmm. Oh, daar kan ik nog niet bij. Oké, okay, leuk. Leuk. Oh, natuurlijk. Ja, dat... dat is de Nando. Nou, ik ben ook... Ik kom gezellig bij jou in de privé bij. Hallo, Luther. Gaat iemand mij nog helpen? Nee. Nu sta ik te dichtbij weer, hè? Oh, het valt mee. Oh, deze had jij net. Ja. Minischild! Ron, hou nou eens op of je beans, jongen. Never. Oh, die was nog niet helemaal goed. Oké. Okay. Ik heb nu 10 minischilden. En nu? Komt het schild vanzelf tevoorschijn? Wanneer? Als jij nu een schild opraapt. Ja. Dan... Dan reset je de level, dan komt hij als het goed is vlak bij de span terecht. Oké. Okay. Hallo, dank je. Oh wacht, ik moet hier iets niet vergeten te doen, anders moet ik hier zo meteen weer te ver teruglopen. Oh nee. Hm. Nou, dat doe ik straks wel. Harry, waarom klim jij dan ook nu omhoog, jongen? Oh, wat een ironie. Oh, ja, gewoon omhoog. Oh, je hebt nou gewoon een ander gepakt. Nou, er zijn er hier 3, hè? Er zijn er nog veel meer. Ja, maar aan de rechterkant zijn er 3, toch? Oh, volgens mij 4. Oh ja, als je die jij nu doet, meetelt, dan 4. Dan zijn het er 5. Oh. Oh. Emmeline! Dank je. En hoppatee.
Oh, hebben we niet gewoon meer smackies dan mij verzameld? Dat kan niet. Onacceptabel. Dat is unacceptable. Ah, zo te zien heb je hem gevonden. Yes. Mooi. Volgens mij is de tijd bijna op. Jazeker, de timer gaat nu. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.